19 uh, uh, afgedaan. Je ziet in, 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 ten opzichte van 2017, zie je dat de geregistreerde misdrijven, dat die aan het dalen zijn. En dat betekent, uh, uh, als je kijkt naar het jaarbericht Grosse Mode, dat er minder uh, is ingebroken, dat er minder overvallen uh, uh, zijn gepleegd op Bonaire. Dat is goed nieuws. Maar de meldingen, die blijven gewoon komen bij de politie? Of is er ook een tendentie dat de mensen toch niet... Veel uh, klachten geven. Ja, dat is wel een hele goede vraag die u stelt, uh, want uh, daar is voortdurend onderzoek naar. Hè? Want ik heb het ook bewust over geregistreerde misdrijven. Uh, en ik snap ook dat er mensen zijn die zeggen: van ja, ik meld het niet meer bij de politie, want ze reageren niet. Of ze doen er toch niks aan. Dat weet ik niet. Daar is uh, op Bonaire in ieder geval, op de BES is daar geen onderzoek uh, naar gedaan. Uh -huh. In Nederland wel. Uh, maar goed, uh, wij zitten hier uh, op de best. En, uh, en wij doen het uh, met de misdrijven en de overtredingen. die in het politiesysteem geregistreerd zijn. En daar hou ik me aan. Uh -huh. Van de 900 zaken die aangeleverd zijn uh, in 2018. Uh, 551 zijn misdrijven en waarvan 346 zijn afgehandeld. Uh, de misdrijven is het ongeveer zo tegenover 2017 plus minus hetzelfde gebleven. Nee, de geregistreerde misdrijven zijn ten opzichte van 2017 gedaald. Oké. Okay. Dat weten we zeker. En dan heb ik het, uh, daarom zei ik het ook zojuist al, als het gaat om de woninginbraken, als het gaat om overvallen, als het gaat om de zwaardere delicten, dan zie je dat uh, de geregistreerde uh, criminaliteit daalt. Oké. Okay. Voor wat betreft die misdrijven, uh, wat kun je zeggen over het geweldgerelateerde uh, welke zijn toch die echt een druk doen op onze eiland? Ja, uh, daar, uh, daar moet ik uh, wat nuanceren. Omdat als het gaat om woningenbraken en de atraco's... dan zie je wel degelijk dat daar een daling uh, in te constateren is. Maar als het gaat om geweld uh, op straat... Hè, bijvoorbeeld met name uitgangscriminaliteit, zoals ik dat noem... en dat, uh, dat mensen vaak met een borrel op uh, elkaar uh, uh, aanvallen... Uh, daar zie je een toename van. En je ziet ook uh, een toename in huiselijk geweld. Ja. Maar jullie pakken huiselijk geweld nu echt uh, heel hard aan, correct? Ja, ja correct. En uh, wat je volgens mij ziet is uh, dat de overheid, uh, de Boneriaanse overheid, maar ook op Station en op Saba, al langere tijd ook uh, actief zijn met het voorlichten als het gaat om huiselijk geweld. Mm -hmm. Beste mensen, blijven niet meer zitten, meld je. Mm -hmm. En ook al levert het misschien geen strafzaak op, uh, de overheden die kunnen je misschien wel helpen om het opgelost te krijgen. Mm -hmm. Nou, het is wel zo dat als mensen aangifte doen van huiselijk geweld, dat wordt altijd opgepakt, wordt altijd strafrechtelijk opvolging gegeven. Mm -hmm. Dan proberen we nog wel. Om een op maat gesneden oplossing te verzinnen. Kijk, als partners er weer voor kiezen om het toch nog een keer te proberen, wie zijn wij dan om met grote straf te komen? Dus dat kun je op een andere manier oplossen. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken. Het zijn overigens niet alleen uh, uh, mannelijke verdachten, ook vrouwelijke verdachten zijn er. Uh, dan kun je ook tegen die mannen en die vrouwen zeggen. Als je nu voorlopig even je handen thuis houdt, geen geweld meer toepast. Uh, dan willen wij misschien die zaak even in de la laten liggen... en dan bekijken we over een jaar uh, of het goed gegaan is. En ja. als het over een jaar goed gegaan is, dan zullen we je niet verder vervolgen. Oké, okay, dus we krijgen eigenlijk een tweede kans bij jullie. Dan krijgen mensen een tweede kans. Ja. Iedereen heeft recht op een tweede kans. Correct. Maar zien jullie een stijging in die huiselijk geweld? Ja. Het is, ja. Het is er een stijging? Ja, ja en die stijging die is er. Uh, en ik durf dat heel voorzichtig te formuleren. Uh, dat lijkt toch te maken te hebben met uh, die publiciteitscampagnes door de openbare lichamen. Ja. En niet alleen de openbare lichamen, maar ook, het heeft ook veel aandacht uh, in de media, ja. het heeft ook veel aandacht uh, bij de politie. Ja. Uh, en ik denk dat dat de reden is waarom er steeds meer geregistreerde huiselijk geweldssituaties uh, bekend zijn. En dat is ook de reden waarom we op dat deel een toename zien mm -hmm. van uh, feiten. In die rapportage die we hebben gekregen van de jaarcijfers van 2018 zie ik ook dat minderjarigen die in contact komen met justitie wel een probleem is. Maar dat is niet alleen op Bonaire. Aruba hebben ze hetzelfde probleem, Curaçao ook nog. Wereldwijd hebben we problemen nu met de jeugd en die in contact komen met de justitie. Ja, ja. Ja, nou, ik, 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 uh, ik vind het lastig om vergelijkingen te treffen. Uh, zeker tussen, tussen uh, uh, Bonaire en de andere uh, eilanden. Uh, eilanden. Okay. Maar uh, kijk, uh, de politie. Ik vind het belangrijk om te melden wat de politie daarvan vindt. En de politie die uh, signaleert dat er steeds meer hangjongeren zijn hanggroepen zijn. Die verzamelen zich op plaatsen uh, en, en daar. Uh, ja, en daar gebeuren dingen. Uh, niet alleen maar joligheid uh, uh, en het gezellig hebben, maar ook strafbare feiten worden daar gepleegd. Mm -hmm. En uh, volgens de politie, uh, en dat zie je in de cijfers terug, is dat dus echt wel een aandachtspunt. En dan een aandachtspunt niet alleen voor de politie en ook niet alleen voor het Openbaar Ministerie, maar er ligt, wat mij betreft, echt een grote opdracht ook voor het Openbaar Lichaam Bonaire. Mm -hmm. En de politie zegt uh, dat zij denken dat het ook vooral te maken heeft uh, dat mensen zich vervelen. Dat er weinig te doen is. Ik weet niet of dat zo is. Want uh, ik heb zelf uh, 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 geen jonge kids in die leeftijd uh, die gaan hangen. Uh, er zijn natuurlijk voldoende sportclubs. Ik weet ook dat er scouting is. Maar goed, niet iedereen gaat naar een sportclub en niet iedereen uh, wil lid zijn van een scouting. Uh, uh, maar als de politie dit zegt, uh, dan, uh, ja, dan twijfel ik daar eigenlijk niet aan. Ja. Dus uh, mensen gaan hangen, en mensen gaan uh, uh, zich vervelen en mensen gaan uh, rare dingen doen. Maar, maar als deze kinderen en de jeugd dus met problemen zitten, hebben we ook jeugdinstanties. Die, want de OM, de politie, allemaal, die zijn toch wel een keten. Hebben we jeugdinstanties die deze jongens kunnen aanpakken en toch op de goede weg zetten? Ja, die zijn er wel, maar ik vind dat daar nog wel wat extra energie in kan worden gestoken. Ja, ja. En dan is het misschien goed om te melden dat als de politie bij moet komen, en dus later het Openbaar Ministerie, dan zijn we alweer te laat. Hè? Ja. Dat moet worden voorkomen. Um, jeugdagenten, zouden daarbij kunnen helpen, mm -hmm. Um, maar ook uh, het openbaar lichaam, uh, Bonaire, die zich misschien uh, meer nog zou kunnen afvragen. Hoe kunnen we nou zorgen dat dit wordt voorkomen? Dat mensen zich gaan vervelen en dat mensen rare dingen gaan doen. Je kunt natuurlijk nooit alles voorkomen. Want we weten allemaal, we zijn allemaal jong geweest. In die puberleeftijd ga je ook experimenteren. En doe je allemaal wel eens foute dingen. Maar, maar doen we genoeg aan jeugdpreventie, denk je, op het eiland? Ik... Vind dat daar nog het nodige aan kan uh, gebeuren. Ik heb uh, in die zin uh, uh, als ik kijk uh, naar, de, uh, naar het vorige bestuurscollege, uh, ik zie wel dat er initiatieven uh, zijn genomen. Maar ik heb echt ook wel mijn hoop uh, gevestigd op, uh, uh, op zeg maar het nieuwe bestuurscollege, ook in de nieuwe eilandsraad. Om niet alleen repressief, dus met straffen, uh, deze groep mensen te bejegenen, maar ook met die mensen in gesprek te gaan om te kijken: wat moeten we nou, wat kan er samen gebeuren om te zorgen dat ze geen strafbare feiten plegen? Ja. Maar het grootste probleem zie je ook bij de jeugd, uh, niet alleen samenhangend, maar voor haar gebruik van alcohol dan begint onder, het dan onder minderjarige ja, Vijf, ja. vijftien jaar zestien ja. jaar ja. alcohol te ja. drinken ja nee dat 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 is precies zoals het uh, zoals u nu schetst zo gaat dat die die jongenleiden komen bij elkaar en eerst praten ze daar met elkaar daarna gaan ze wat drinken vaak is het alcohol mm -hmm. daarna steken ze misschien ook nog wel een keer een stickje op yeah. en dan vervagen grenzen en als grenzen vervagen worden er ook normen overtreden mm -hmm. Dus daar is echt wel wat te doen. En dat is niet het werk van de politie. En dat is ook niet het werk van het Openbaar Ministerie. Dat is echt preventief. Uh, wat mij betreft ligt daar een belangrijke opdracht uh, bij het Openbaar Lichaam. Maar ook uh, nog bonderen. opvoeding van moeder en vader thuis. Ja, ja, maar ja, goed. Als je dus als ouders niet weet waar je kinderen zijn. Uh, dan wordt het lastig hè, om er wat van te vinden. En je kunt natuurlijk ook bedenken dat als je kind een paar uur weg geweest is... dat je ook de vraag zou moeten stellen, maar waar ben je dan geweest? Hè? En wat heb je dan gedaan? Uh, uh, maar eens, uh, het, is, uh, het, is, uh, het is een gezamenlijk uh, probleem... Uh, wat met onbaar lichaam Bonaire en uh, met ouders met allerlei organisaties moet worden opgepakt. En dan hoop ik dat helemaal aan het einde van het, uh, uh, van het traject... als mensen toch rare dingen blijven doen... strafbare feiten plegen... ja, dan komt de politie erbij. En dan kom je uiteindelijk of bij HALT... of je komt bij het Openbaar Ministerie terecht... en dan moet je ook maar gestraft worden. Mm -hmm. Maar er is aan het voortraject is er nog heel veel uh, te winnen. En ik heb eerlijk gezegd... Uh, ik ben ik onder de indruk van, uh, van de voornemens... Uh, die een van de gedeputeerden, uh, mevrouw Den Heijer... Uh, heeft als het gaat om deze portefeuille. En, uh, en, uh, en, ik, uh, uh, ja, en ik hoop echt uh, 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 dat ook uh, in, het, uh, in het programma uh, van het nieuwe college dat hier ook echt een, uh, dat hier veel aandacht voor zal komen. Oké, okay, helemaal top. Uh, Seksdelicten, uh, vooral uh, seks met minderjarigen. Uh, jullie pakken dit echt uh, heel hoog. En uh, jullie ja. doen echt uh, veel werk ervan. Ja. En uh, Jullie sturen ook een signaal naar de Bonaireanse bevolking: hé? accepteer dit totaal niet en zeker ook niet incest en dat soort dingen. Ja. Hoe is de situatie met seksdelicten op het eiland? Ja, dat is een hardnekkig fenomeen, meneer Ayoubi. Um, uh, uh, um en ook doordat we klein zijn. Nou, dat weet ik niet of dat zo is. Ik, 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 gelukkig is het merendeel van de Bonerianen die ik spreek. En niet alleen maar de Bonerianen die geboren en getogen zijn op het eiland, maar ook de, zeg maar de import Bonerianen. Die zijn het eigenlijk allemaal wel met elkaar eens. Een volwassen man moet geen seks willen hebben met minderjarige meisjes. Maar een deel van onze inwoners die denkt daar heel anders over. En voor een deel lijkt dat uh, ook een beetje cultureel bepaald uh, te zijn. Um, um, maar wij weten allemaal uh, dat minderjarige meisjes die zijn nog niet volwassen genoeg om die beslissing zelf te kunnen nemen. Uh, en we weten ook uit onderzoek dat minderjarige meisjes die instemmen. Um, uh, met seksuele handelingen met een volwassen man, dat die er later spijt van gaan krijgen. Dus er zit ook een beschermingsopdracht. En die beschermingsopdracht die ligt bij uh, het openbaar ministerie, die ligt bij de politie. En de wetgever heeft dat gewoon strafbaar gesteld. Dus um, niet doen. Niet ja, doen. Hebben jullie veel zaken per jaar die te maken heeft met seksdelicten? Is het gestegen? Is die hetzelfde gebleven? Ja, ik denk dat het hetzelfde is gebleven. Um, uh, tenminste, in dat jaar dat ik hier nu uh, mag werken. Uh, wat je wel ziet is dat over de jaren daarvoor afgaand, dat het wel wat is toegenomen. En dat komt ook, en dat heeft ook weer met voorlichtingscampagnes te maken, dat met name uh, moeders, maar ook grootmoeders en tantes het gewoon niet langer accepteren uh, dat er een volwassen vent uh, uh, aan dat minderjarige meisje uh, heeft gezeten. En die gaan dan toch. En die gaan dan toch die stap zetten. En dat is een hele moedige stap, meneer Ayoubi, ja. uh, uh, Want het zijn vaak bekenden. Ja, het het een zijn klein vaak bekenden. Iedereen een, kent iedereen. Iedereen kent elkaar. En dat betekent dat je ook nog een schaamtedrempel over moet. Ja. Maar ik heb heel veel respect voor de moed van moeders en tantes en oma's... die toch met zo'n meisje uh, de stap zetten om mm -hmm. wel naar de politie te gaan. Mm -hmm. Hoe is het met de jaarcijfers voor wat betreft uh, drugsproblematiek op het eiland? Wat betreft straathandel, zelf op Bonaire en ook doorvoer, want Bonaire is ook een eiland die uh, KLM vluchten naar Nederland heeft. Ja. Dus ja. Hoe is de situatie met de drugsproblematiek? Ja, uh, voor mij als hoofdofficier, ik vind dat de situatie beheersbaar is. Um, maar uh, we hebben natuurlijk gewoon last, niet alleen op Bonaire, maar ook op Station en op Saba, gewoon last van straathandel. Ja, er zijn nu eenmaal mensen die drugs gebruiken. En daar kun je van alles van vinden. Maar als er een vraag is eh, en er komt aanbod, dan heb je een markt. Dus wij proberen daar eh, de uitwassen te bestrijden. Dus als mensen gaan dealen uit woningen eh, en we krijgen daar een vinger achter, dan gaan we proberen in samenwerking met de gezaghebbers om eh, daar effectief tegen op te treden. Dus niet alleen in het strafrecht, maar ook in het bestuursrecht. En dat betekent soms, net als in Nederland, maar gewoon. Eh, een keer ja. huizen dicht timmeren. Ja. Mensen misschien ook wel uit hun huis moeten zetten. Ik weet het niet. Maar die overlast, hè, want dat is echt overlast ook waar de inwoners ook last van hebben. Die mogen we best nog samen wat strenger aanpakken. Strafrecht alleen is niet de oplossing. Uh -huh. Dan heb je wat u zegt, uh, Bonaire uh, is dan een doorvoerhaven. Um, ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar toch weer een aantal transporten onderschept. Transporten via KLM, uh, maar ook uh, met de post. Ja. Uh, en dat betekent uh, dat, uh, dat ons eiland kennelijk ook nog faciliterend interessant is voor criminele organisaties om via Bonaire drugs naar Europa te smokkelen. Uh -huh. Ja, als we daar een vinger achter kunnen krijgen, pakken we dat ook op. Het vraagt heel veel opsporingscapaciteit. Uh -huh. En die opsporingscapaciteit, meneer Ayubi, die zou ik liever ook in andere uh, uh, Problemen willen steken. Eh, uh, uh, mensenhandel. Wij weten uh, uh, dat er uh, uh, achter snacks op Bonaire dat er prostitutie wordt bedreven. Als u nou aan mij vraagt: bent u nou zo'n tegenstander van prostitutie? Uh, dat is niet aan de orde. Maar ik heb wel zorgen over of die dames daar echt wel vrijwillig zitten. En wat voor ons misschien duizend dollar per maand niet heel veel geld is, of misschien wel heel veel geld is, voor de dames uit Zuid-Amerika is dat heel veel geld. Dus die zullen ook niet snel zeggen van, ik voel me uitgebuit omdat ik hier voor weinig geld uh, seks moet bedrijven. Dus je kunt dat niet bewijzen? Zit, nee, precies. Ja. Dus als, zeg maar, die mensenhandel, dat is erg lastig om te bewijzen, die uitbuiting. Maar volksgezondheid, dat is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja? Daar heb ik wel grote zorgen over. Ja. Dus ik zou ook daar wat meer opsporingscapaciteit in willen stoppen. En dan heb ik het niet alleen over prostitutie. Uh, als u kijkt naar de bouwprojecten hier op het eiland, het schiet als paddenstoelen uit de grond. Daar werken heel veel Zuid-Amerikaanse mannen in de bouw. Uh -huh. Vaak werken ze zeven dagen in de week. Uh -huh. Ja, dan kunt u zeggen, daar kiezen ze zelf voor, dat kan geen uitbuiting zijn. Dat klopt, want die mensenhandel wordt lastig te bewijzen. Dat ingewikkelde uh, strafrechtartikel. Maar we, maar we moeten het met elkaar toch niet normaal vinden. Dat wij het uiteindelijk normaal vinden. Dat mensen gewoon na zeven dagen in een week ja, werken. werken. Ja. Nou, daar heb ik ook echt wel zorgen over. En daar moeten we ook met elkaar, zouden we daar als maatschappij, als bevolking uh, van dit eiland zouden we daar uh, uh, onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja, en verder weten we uh, dat er uh, uh, zich helaas uh, uh, ook mensen uh, op Bonaire vestigen. Die, uh, die met veel geld komen, uh, waarbij niet helemaal duidelijk is waar dat geld nou vandaan komt. Dan kun je daar weer op twee manieren naar kijken: hè? voor Bonaire, het geld wordt geïnvesteerd in het eiland, maar er zit iets anders achter, wat veel ernstiger is, vind ik, en dat is uh, wat, je, uh, wat ik noem ondermijnende activiteiten. U en ik moeten ook gewoon belasting betalen. En waarom moeten we belasting betalen? Omdat scholen betaald moeten gaan worden. Omdat ziektekosten ook gewoon betaald moeten gaan worden. Waarom zouden andere mensen belasting moeten ontduiken? En waarom zou je dat dan doen? Omdat je niet meer kunt aantonen waar dat geld vandaan komt. Klopt. Ik weet uh, dat er, uh, wat dat is al een tijdje geleden hoor, uh, dat er twee nieuwe auto's gekocht werden. En dat, gewoon, dat gewoon een sporttas met geld werd Overgedragen. Om die auto's te kopen. Nou ja. Het hoeft niet te betekenen dat dat geld afkomstig is van rare dingen. Maar ik heb geen sporttaas met geld bij me als ik een nieuwe auto ga kopen. Dat gaat gewoon via de bank. Dat gaat gewoon via een overschrijving. Dus ook daar heb ik ook zorg over. Omdat die activiteiten. Uh, dat is bijna, bijna een soort virus een soort bacterie waardoor. Als je niet uitkijkt, iedereen ziek gaat worden. Maar die activiteiten die moeten ge gemeld worden, toch? Je hebt die MOT. Zeker, ja, dat moet wel gemeld worden. Ja, anders krijgen die bedrijven zich geen problemen ook weet nog. weet ik, ja. maar dat betekent nog niet dat het altijd gebeurt. Ja. Kijk, we hebben heel ja. veel regels. Dat geldt ook in, uh, op de weg, de wegenverkeersregelgeving. Uh, Zeker ook als de nieuwe er straks uh, aan gaat komen. Maar dat, maar dat betekent nog niet dat u en ik uh, ons daar ook aan houden. Ja, en daar hebben wij met elkaar afspraken over gemaakt. En op die twee uh, uh, dossiers, of eigenlijk moet ik zeggen, die drie dossiers, jeugd uh, uh, en dat witwasdeel uh, en mensenhandel, daar zou ik graag uh, meer aandacht uh, uh, op willen. Oké, okay. uh, ik kreeg een app binnen en ze zeggen tegen mij: uh, hoe is het met die leerplichtwet? Want ze zien ook kinderen die normaal op school moeten zijn en die gaan gewoon niet meer naar school. En er gebeurt niks, maar dat is ook een taak van de OLB. Hè? Ja, dat is. Dat is uh, uh, het is ook goed dat mensen daar ook nog eens navraag uh, naar doen. Ik heb daar ook grote zorgen over. Mm -hmm. De handhaving van de leerplichtwet, uh, meneer Ayoubi, is, uh, is volstrekt onvoldoende. En het is niet leuk om te zeggen, en ik weet dat hier nu een aantal mensen uh, uh, mij uh, na dit interview zullen bellen en zeggen: waarom zeg je dit zo expliciet? Het is onvoldoende. En als wij met elkaar uh, toestaan uh, dat die kinderen een jaar, soms wel twee jaar lang gewoon niet naar school gaan. Scholen zouden aan de bel moeten trekken. Ouders zouden aan de bel moeten trekken. Buren moeten aan de bel trekken. Uh, uh, dat is allemaal waar. Maar we hebben ook leerplichtambtenaren. Die zijn er niet voor niks. Die leerplichtambtenaren, die moeten mensen. Aanspreken. En die moeten mensen nog een keer aanspreken. Maar uiteindelijk, als dat allemaal niet helpt, moet er ook maar worden opgetreden. En dan komen we weer terug, wat u eerder ook al aangaf. Ja, dan komt toch de kleine gemeenschap van Bonaire. Mm -hmm. Want iedereen kent elkaar. En ik snap ook wel dat het voor leerpleegambtenaren ingewikkeld is. Maar ja, goed, je zegt wel ja tegen zo'n functie. En dan horen deze ingewikkelde kwesties: van mensen aanspreken, mensen aansporen en misschien mensen bekeuren, hoort daar ook bij. Ja, helemaal eens met die luisteraar. En dit mo moet er iets aan gedaan worden. Dit moet echt beter. En dan kom ik toch ook weer even terug op mijn eerder uitgesproken hoop. als het gaat om het nieuwe bestuurscollege. Uh, uh, ik weet uh, dat een van de gedeputeerden, mevrouw de Heijen. die is erg begaan ook uh, met het sociale uh, vraagstuk. En daar hoort dit natuurlijk gewoon uh, bij. En de driehoek die jullie ook hebben, behandelen jullie ook deze punten, toch? Denk ik? Uh, ik kan nu wel uh, uh, zeg maar de driehoek en wat we daar bespreken, is in principe uh, 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 voor ons. Dat moeten we ook geheim houden. Maar ik kan wel aangeven dat de leerplichthandhaving. Uh, uh, bijna maandelijks uh, op de agenda staat. Om okay. uh, uh, um ook uh, uh, zeg maar de gezaghebber, de voorzitter van de Driehoek, om die ook uh, uh, voortdurend in, in, in stelling te brengen om te zorgen dat dit, uh, dat dit onderwerp uh, daadwerkelijk ook wordt aangepakt. Oké, okay. de minuten die vliegen, maar ik heb een paar vragen nog. Percentage CIPO is hoog, 126 zaken die zijn CIPO-beslissingen uh, vorig jaar, 2018. Ja. ja. Waarom is de sepul zo hoog? Uh, das, uh, voor een deel heeft dat te maken met het feit uh, dat mensen al heel snel naar een eerder strafbaar feit weer bij ons komen. Okay. En dan zeggen we van ja, oké, okay, dat is pas zo kort geleden. Uh, nog weer opnieuw een straf erbij. voegt niet heel veel toe. Dan doen we dat onder voorwaarden: seponeren. En dat zeggen we vaak: nu moet je een jaar lang. Uh, moet je, je je rustig houden. Want anders krijg je hem alsnog uh, krijg je een, uh, een straf. Voor een deel zit het dus daarin. Recente bestraffingen, zoals we dat zo uh, deftig noemen. Maar voor een deel heeft het ook gewoon te maken met de kwaliteit van de aangeleverde politiedossiers. En die zijn niet steeds uh, voldoende. De politie doet uh, uh, goed werk. Uh, uh, maar zoals u en ik ook uh, weten in het. Uh, Leven is uh, 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 dat je allemaal je best doet en uh, dat je ook met de beste bedoelingen uh, dingen doet. Maar soms uh, is het gewoon net niet goed genoeg. Uh -huh. Nou, dat is dus hier ook, uh, ook, uh, ook aan de hand. Dat de politie levert, uh, wat mij betreft, uh, uh, nog te veel dossiers af, uh, wat gewoon niet goed is. Uh -huh. Het dossier is niet goed genoeg en met dat dossier gaan wij niet naar een zitting. Oké, okay. wat uh, kunnen we ook uh, vertellen? Uh, kunt u een beetje informatie geven voor wat betreft de wet schadefonds geweldsmisdrijven? Die is uh, van kracht vanaf uh, 1 april ja. 2019, ja. maar ook nog met terugwerkende kracht vanaf 2017. Ja. Wat is het precies, die schadefonds? Nou ja, dat schadefonds geweldsmisdrijven, uh, dat zorgt ervoor uh, dat als je uh, slachtoffer bent geworden van bepaalde misdrijven, het zijn geweldsmisdrijven. Dan kun je een vergoeding uh, aanvragen bij het schadefonds in Nederland. Mm. En dat is vanaf 1 april. Ik weet dat er inmiddels een aantal aanvragen zijn. Uh, ik weet niet wat nu precies de stand van zaken is. Uh, wat ik, uh, uh, wat ik uh, de moeite van het vermelden waard vind, is dat dat schadefonds geweldsmisdrijven, uh, wat ons betreft, en dan. Wat mij betreft, maar ook uh, de, uh, de Nederlandse ministers, maar ook uh, andere mensen die hier uh, van belang zijn, is dat het ook een opmaat is om slachtofferrechten nog net iets meer uit te bouwen dan wat we op dit moment hebben. Mm -hmm. En dat betekent dat we graag spreekrecht willen van slachtoffers. Overigens gaat het gerecht daar heel uh, uh, makkelijk mee om. Hè? Uh, dat als er uh, slachtoffers in de zaal zitten en die willen iets zeggen, dan krijgen ze meestal wel de ruimte. Maar het, uh, maar het wettelijke recht is nog niet in het boek opgenomen. Dat moet snel gemoderniseerd, wat mij betreft. En wat er ook moet gebeuren: uh, wij kennen in, uh, uh, in het strafprocesrecht de voeging benadeelde partij. Dus heb je schade geleden en je wilt dat terugkrijgen, dan hoef je niet meer apart naar een advocaat in de civiele rechten. Kan het in het strafrecht? Uh, de strafrechter neemt daar ook een beslissing over, maar we weten ook dat als die beslissing wordt genomen, dat het vaak gaat om vergoedingen die door mensen moeten worden betaald. Die... Bijvoorbeeld de daders. Precies. Uh, maar die hebben geen geld, die, die zitten vast. Geld. Die wat die wat die... gaat gebeuren dan? Nou, daarom wil ik graag uh, een voorschotregeling. Een voorschotregeling die moet ook in het wetboek uh, terechtkomen en er moet dus een fonds in het leven worden geroepen uh, waar vandaan, dat voorschot wordt betaald. Nou, ik, ben, uh, 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 ik kan melden dat de Nederlandse ministers uh, daar voorstander van zijn. Uh, ook niet onbelangrijk om te melden is dat ook in het ambtelijk circuit er nu uh, hard aan wordt gewerkt. Het zal nog wel even duren, maar ik ben ervan overtuigd dat we ergens uh, 2020, 2021, dat we dat ook gewoon geregeld hebben. En dat betekent dat de slachtofferrechten uh, uh, op de best van hetzelfde niveau zijn als in Europees Nederland. En dat vind ik een belangrijke uh, opgave. Oké, okay. uh, als we kunnen sluiten, uh, we kunnen zeggen dan, de cijfers zijn er, de jaarcijfers van 2018. En uh, we krijgen elk jaar opnieuw de cijfers. Uh, Afgewerkt en dan weten we precies hoe het in elkaar zit elk jaar voor wat betreft Thailand Bonaire. Ja, ja. dat kunt u elk jaar opnieuw uh, uh, van, mij, uh, van mij verwachten. En, uh, uh, en ik word ook graag uitgenodigd om, als er dan nog vragen zijn, om dat ook, uh, ook toe te lichten. Oké, okay. kort voor het sluiten. Ik laat u niet gaan zonder te vragen: uh, hoe is het met de zaak van Dentwil? Die is opgelost. Nou, of de zaak nou helemaal is opgelost, uh, daar, daar wil ik wat voorzichtig in zijn. Maar er zijn, uh, er zijn aanhoudingen gepleegd. Ja. Uh, uh, die, uh, uh, mensen zitten vast. En uh, uh, binnenkort is er een eerste zitting uh, hier op Bonaire. En dan, uh, en dan gaan we al het bewijsmateriaal waarvan wij vinden uh, dat het er is... gaan we aan de rechter voorleggen. En dan, uh, en dan zal de rechter daar een beslissing over nemen... Uh, maar ik zie al aan uw uh, gezicht dat u mij nog een vraag wil stellen. <laughs> uh, uh, en gelooft u dan ook in een bewezen verklaring? En dan is mijn antwoord uh, ja. En de andere Atraco-zaken, die zijn jullie aan de slag erop, want uh, die zijn nog niet opgelost. Nee, want we lossen helaas niet alle Atraco's op. Uh, 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 in dit geval, uh, als het gaat om Van der Tweel, is het Veel, uh, lijkt het ons wel te lukken. Hè? Uh, uh, de rechter heeft het laatste woord altijd. Uh, maar er zijn uh, natuurlijk ook nog atraco's uh, die we niet uh, uh, oplossen. Ja, en als mensen daar uh, informatie over hebben, of mensen hebben dingen gezien of denken dingen gezien te hebben, um, uh, dan wil ik graag iedereen oproepen. Um, ook al twijfel je of je de goede dingen hebt gezien, laat de politie dat dan uitzoeken, maar meld je wel. Maar jullie blijven wel werken op die Atrakos? Bijvoorbeeld grote Atrakos, die van Divi Flamingo, die was ook een grote. Ja, die zijn we nog niet uit het oog uh, verloren hoor. Oké, okay, dus nee. we, jullie zijn bezig? Ja. Oké. Okay. Dank u wel, de heer Botterstegen. Wilt u iets graag zeggen of vertellen aan het bonaire vervolking? Nu is uw kans. Ah, dat is een mooie kans. Ik mag een jaar uh, hoofdofficier van justitie zijn. Uh, ik ben uh, nog steeds blij en trots uh, uh, dat ik hier uh, voor de BES-eilanden uh, aan het werk ben en dat ik op Bonaire uh, mag wonen. Het is een heerlijk eiland. Uh, nog niet zo lang geleden was ik met mijn partner uh, een week naar New York. Daar hebben we het fantastisch gehad, hele mooie dingen gezien. Maar we waren blij dat we weer terug waren op Douchibonera. Thuis is thuis. Thuis is thuis. Dank je. Bote ter uh, Hoofdofficier van Justitie, Fiscaal Major, die ministerie publiek beest, heeft con onze conversatie con en onze bijkomende breek. Pas op de spes, hebben we de conversatie met docenten en je aan die MBO.

Sadi Life 99.9 Ma guacmi o lo scippamci a che orario I miei mi radio Ma birra Ma birra smile, smile, smile Oh yeah Ma lubida Come ti problema na casa Ma lubida completou busando com busar to passo da tá minha rádio preferi da tá radio rádio favorito boneiro busantei Yeah. Nico Beats. Mini. Un da cubo biranto un da cubo bye. Breaking news. Tu caminda diripiente, Bota Tender radio live. Por radio, for life. Nakasta casta live, noventa y nueve. Den auto live, life y nueve. Riba tra boku live, benti. El of la life 99. Radio life 99. being, we bota sudor si bo entiende, e radio preferi di tu rende paso aki tin ambiente, e mi sora ta cayente, domina e calle diripiente, nos radio preferi, ku tipo di musi, e radio 100% escucha e gusta pe publi, nanta skuche le obliga, nos radio ku ta ked dominá, ah

Sadi Life 99.9 Ma guardami o lo scippamci che orario E me sora mi accende mi radio Ma bira Ma bira smile, smile, smile Oh yeah Ma l'umida Come ti problema na casma Ma Completo com o sambo sator, passo tá mirado. Eu preferi tá mirado. Eu favorito, boneiro, buzante e sé. Yeah. Nico Beats. Mini. Un da cubo viranto, un da cubo bye. Breaking news. Turca, diri Diripiente, Bota, Tende, Radio Life. Por radio, for life. Na casta, life, noventi, nueve. Den auto, life, noventi, nueve. Riba, Trabou life, noventi, nueve. O piloto Life 99 a yeah. radio Life 99, botas surdos e bonde, é radio preferida e tu rende passou aqui tem ambiente. O oh, brunch 99, para o de luna, 24 de junho, de maneira mais bicha também. Nosso bem tem tanto docente, pero tambem é jovem andi. MBO, tem estudo uns alguns de con, com a gente que o ano um escolar novo um dia, também começou um giz aqui e botem oportunidade tambem pa como jovem Inscreva-se também para MBO. E em toda essa nós vamos conversar com quem é MBO, mas também que é o MBO. E agora dentro do estúdio, um de nós, nós podemos mirar para cima, nós temos Nathaniel Zimmerman, um homem que está na MBO. Perla Vorst também está visitando MBO. Albert Valério também está na MBO. E um de nós, nós o Elton Johnson. E parte para trás nós temos o Martim Baptiste também.

Uh, nós tem exames para uh, corrigir, uh, file. De mais, botico como é para uh, um, escolar novo. Quem o tá, rooster, o acção, a formação para uh, estudantes novos. nós de um último de um escolar aqui. Ok, agora aqui nós estamos preparando também para a clausura de um escolar, um abril okay. um escolar novo.

eh being inscribed bebo mes mastermpaang masmihor eh ja no staan me poor ehm ehm po nee klas dan hu moeten op zatrarie berozenang mas prome no sa mas me po preparaan aan Correcto. I ora boda schoepa MBA bubo bai diferente richting. Correcto. Ah, en ustasinda ke joven ang aki, kiko te richting bo staan dat ende? Okay. Esakita mi joven ang di eh techniek. Ehm un richting chikito pero importante. dus op hopen in een ander moestra of een sa eigenlijk kon importante etechniek daar, paar beneden. Er is hopen een keer dat als je service medewerker gebouwen SMG ja, dan dat ding service en maintenance. Inante is zo eenang koet dat er aan hotel right? uh, uh, lang uh, of resort, hospital, compagnie en een grandi, die was een paar servicekamer lang erg koel, lus.

Yo hago más cosas con eléctrica. Okay. entonces me gustó. Me dice que the un otro. Babay es otro. ¿Qué de otro. ¿Qué Un tick de corriente. ¿Qué corriente de álbum tienes? <laughs> no. <risa> o sea, a mí no me gusta corriente. Nada con corriente me gusta. Pero okay, es cuando trago corriente qué Babay mm -hmm. es Compa Babay es compa las, compa soldé.

Sim. É uma combinação? Sim. Mm -hmm. sí. Ok. bagusta gosta de MBO? de MBO? Sim, sí, eu gosto de MBO. Ok. Mm -hmm. Então, vai vir com um bom ponto, que é melhor que botas bo eh, de dois anos, sí. e você planta para ter de quatro anos, último ano, ou de três anos? De três, sim. E que a

Sim, aqui com Barras Durante um Aya Kamai. Então, assim é electro um traco palo, plus, então é um, um pipe fitting, pipa com conezinho, entolas. Wow. Todo então é um service arco. Boa, e... multifuncional, meu amigo. Uh -huh. Tá então, basta com as vasinha. Bagusta turco, bagsin, também portur. Sim, sí, importo. Botas índico portátil, não? Tá trek, mas tanto que outro. É que eu gosto a traír ele. Já traço palo, men ele mais mion para sombra. Me gusta pensar criativo. Tra mimescos não, plus me gusta obra de man. Okay, que me anda dizer specialidad especialidade na moda um Sim. Ok, abai bom na escola, si frana é bom, botame vai over

a minha escolha para a MBA passou por me dar um diploma, antombra eu me sigo para adiante, demonstra a minha cara, antombra minha escolha para essa aqui passou então me gostei. Prometo com a MBA, depois com a escola? Feio com a MBA. Depois com a MBA, depois com a MBA? Sim. Tremendo. Uh, perla, abo ah, um, konbini buatan dengan MBO, buatan beka bapak mau ve MBO, segi gue MBO? Si, mi dami aslah mi ve asla, MBO, anto mi adn disidiku mi kesegi, si amas, anto mi a skuye bapak MBO. Oke, okay, buatan sih bu komodo na MBO warage. Si, komodo. Oke, okay, nami baik serka nos amigu Zemerman tambe, mm -hmm. konbin bayega MBO? Um, Ma, si mi este yar, un ayena MBO, MBO uno, kota...

in un formato di MBO, Mesa visa, visa Create your own future. Che sia positivo, vincolo che può portare e dimostrare di che può co portare. Correcto. Dunque, in che mener, uh, Johnson. Mener Johnson, bosan, diferente, uh, scenario in scenario si e, e...

Als ze keer een, een diploma niveau twee anto, ze puist boterstikje bijno. Ja, het okay. e diploma vormt vormen een goede Ja, We hebben een basiskwaliteit. E diploma hebben. Het diploma kun gewoon geldig naar hulana, kening. Het is een Reconuse. Reconuse. Ja, niet zomaar een papier, een certificaat maar een echt diploma

Me quei clausurato uh, do Nando, nos amigos e irmãs, a botar um pedacinho no estágio. Uh -huh. Na onde botei o pedacinho no estágio? Na plaza. Ok, então quando botei o pedacinho no que botei é assim? Um, mas tanto ferf... eu mais tanto sendo... a ferro. Isso. Esse é mais assim, então... Um trabalho de mantenção. não sí. Na moda de papel. Uh -huh. Então botei o pedacinho com o Está ganhando sí. é é bom? Sim. Sí. Certo? botar uh -huh. que a tecla que pida que botei o pedacinho com ele. Hum, sim.

A dona Sting nosso amigo Valério, a botar não anda botar correndo os na tá dívia. Si. Si. Okay. Na divi Que me é rápido, rápido botar Sim. Ok. Anto queico a botar se é no na. Também mantensho. Também tem mantensho. Sim. Sempre tinho aqui o que há, sim. Não um hotel grande, eh, botando a guarda de uma para um que outro, cubo tingo vai atender também Ori. Sim. É também bom então. Sim. Ok. Dá um que para bini, menér oportunidade a na oportunidad botar invitar. Pueblo de Bonairopa es eh, bobo visa es eh, día de inscripción promedio julio. Es eh, anochi de um, de anoche. inscripción sí, uh, manema visa saca que tenemos de dos uh, pasa pasa libremente uh, ya luna quizás ya luna de diez un julio diez un julio ya mi Me di mi calera, cheque calera, si gúme ya te ya luna diez un julio. La me, me cheque mi calera. <laughs> <di> Teléfono bobo. <laughs>